Hallo, mijn naam is Pieter van Vlierbergen en ik ben werkzaam aan de Universiteit van Gent als onderzoeksprofessor aan de faculteit Geneeskunde. Sinds 2013 sta ik aan het hoofd van een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar het ontstaan van kanker bij kinderen. Meer specifiek doen we onderzoek naar bloedkanker of leukemie, omdat dit specifiek de meest voorkomende vorm van kanker is bij kinderen. We zijn op zoek naar specifieke mechanismen die ervoor gaan zorgen dat normale bloedcellen uiteindelijk zullen transformeren naar leukemiecellen of kankercellen. We zijn er namelijk van overtuigd dat we deze inzichten nodig zullen hebben om nieuwe, minder toxische geneesmiddelen te ontwikkelen die we in de toekomst kunnen gebruiken in het ziekenhuis voor de behandeling van kanker bij kinderen. Op dit moment worden de kinderen immers behandeld met zeer zware chemotherapie, al dan niet in combinatie met stamceltransplantatie. Deze behandelingen zijn geassocieerd met zware neveneffecten, zoals problemen met IQ, infertiliteit en ook een vergrote kans op het ontwikkelen van secundaire tumoren later in het leven van deze kinderen. Daarom is de missie van onze onderzoeksgroep om eigenlijk een betere toekomst te voorzien voor kinderen die op jonge leeftijd reeds geconfronteerd worden met deze verschrikkelijke ziekte. Tot slot wil ik graag de academie bedanken voor deze erkenning van ons onderzoekswerk. We zijn blij en trots en verheugd dat op deze manier kinderkankeronderzoek nogmaals in de spotlights kan gesteld worden. Dank u wel.